Programmering van een boze interface. In een eerder getoond filmpje kan u zien hoe u de IRTX database opbouwt. Hier ziet u de boze interface met alle uitgangen, de destinations, de hoofdruimte en de 13 extra zones en de 8 infrarode uithangen. Bijvoorbeeld, dit is de living tuin en zo verder. De adressering is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J enzovoort. Bijvoorbeeld, we willen hebben dat de tv aan en af gaat automatisch. Dan leven we een verrood oogje op de tv. Er is een digitale tv, de Digibox. Eerst programmeren we de living en de tv. Ik wil hebben, als er iets gebeurt in de living, wanneer er een source aangezet wordt, dus event source on, de Digibox is aangesloten op HDMI 1, dan ga ik de tv aanzetten. U kan de infraroodcodes opvragen door View, View, IR List. Dus code 0 is aan. Source on. Source off is wanneer er een bron aan of afgeschakeld wordt. Destination on, destination off is wanneer er iets in de ruimte aan of afgeschakeld wordt. Dus wanneer de ruimte afgeschakeld wordt, kies ik gewoon destination off. En schakel ik de tv uit. U ziet, de namen zijn niet aangepast, dus het is wel interessant voor een latere aanpassing dat u hier tekst bijzet. U kan ook meegeven dat de tv naar een juiste ingang gaat. Living. Bijvoorbeeld bij source on ingang 1 gaan we naar HDMI. Bij source on ingang 2 gaan we naar de PC ingang. Daarmee gaat, wanneer u de juiste ingang op de boze selecteert, gaat de tv mee veranderen naar de juiste ingang. Dan kan u ook via de boze de Digibox bedienen. U kiest, wanneer u hier Living kiest, gaat dit enkel de programmatie voor de Living werken. Kiest u boze All Rooms, dan gaat die programmatie voor alle 14 ruimtes werken. Dus ik kies boze All Rooms, Digibox. Ik ga eerst de cijfers doen. Kies ik Events Source Functions.
HDMI 1, daar is de digibox op aangesloten, button 1. Dat is het roodcode nummer 4 uit. En zo verder. U hebt hier ook nog de keuze tussen de cijfers, de pijltjes op, neer, links, rechts, enter, de 1-10 button die onderaan staat op de afstandsbediening, de menubutton op de afstandsbediening, guides, info, exit, play, pauze, down, up, left, dat is forward, right, stop, fast reverse, fast forward, page up, page down. Wanneer u hier extra functions kiest, kan u de tv power on-off op de afstandsbediening ook nog gebruiken en de tv input. Wanneer alle bindings gemaakt zijn, moet u gewoon saven en doorsturen via de enkele pijl. Met de boze kunnen er ook liften, gordijnen of schakelde stopcontacten of verlichting gestuurd worden. Bijvoorbeeld, hier hebt u een up-down salon tv. Dus kan u programmeren bij living, salon tv. Kan ik kiezen bij destination on is vanaf het ogenblik dat er een bron gekozen wordt, of kan ook zeggen bij source on HDMI 1 van het ogenblik dat de digitale tv gekozen is, doe ik de lift omhoog. En oftewel bij het uitschakelen van de digitale tv of bij het uitschakelen van de boze doe ik de lift down. Dit kan ook met relais of dimmers.